Ja, dus een reep, die noemen we reep, deze. Die zonnebril. Die dikzak, die duwt gewoon die ander weg, hè? Die. Zie je dat? Die dikzak. Wat doe je nou? Nee, ja, nee, dan krijg je het koud. Nee, het is warm genoeg. Nee, die deken is klein genoeg, hè? Nee, het is echt warm. Nee, deze is echt koud. Die niet. Deze is nog wel koud. Moet jij er nu even bij blijven, ga ik even jongens wakker maken. Even, dat is leuk. Ik ga even naar kijken. Zijn er 3, er komen er alweer 5 of zo. Oh, zeg zo schoon. Kijk eens. Babette, hier. Ik heb hele koude handen, is het wel. Dat is de grootste die er eerst aan behoren. Ik heb al zo schoon. Nee, gaat goed. Gaat goed in hoor. Kijk, oh, dat is zo.
Die kwam pas om 5:00. Hoe zijn jullie geslapen dan? Ja, omdat Nora ontzettend onrustig was. Ik vermoed dat een derde pup of de vierde pup komt. Rick, ze wil eruit. Zonnebril. We zijn helemaal niet zo heel donker. Deze wel. Oh, zo schattig. Maar doe hem nou maar terug, Ries. Je bent braaf. Kom maar terug. Je bent zo braaf, Noor. Ja, ja. Gaat heel goed. Noor, het is zo schattig. Het is echt zo mooi. Weet je dat ze er allemaal in mist? Kijk, jij die brood uit de vriezer? Kunnen we de jongens zo eten geven? Nou, zometeen gaat de volgende geboren worden, schatten we. En Noor? Ja, Noortje doet het heel goed. Ja, Noor is braaf. Kijk ze alle drie nou. Oh, zo schattig. Oh nee. Oh. Dat gebeurt niet zo schattig. Nog het er helemaal likken om het goed te maken. Heb je die tripod gekocht?
ga hier naar binnen. Moet je erbij? Nou, het is wel duidelijk graag, dat weet je wel. De volgende eraan. Ja. De volgende wordt geboren. Toes, we gaan dat niet meer filmen. Kijk, 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 wat zal dat weer zijn? En nummer 4 is geboren. Mooie Thijs. Dit is het wel van zijn neus. Kijk eens even. Hé, hij heeft een moeder koepel op, volgens mij. Alleen hij heeft... Kijk, oh, mag ik eentje... Ik heb warm handen. Nee, je mag het niet pakken. Maar er zit er eentje vast. Die zit op je broers en zusjes, maar... Zo is het van de schoen. Ik wil niet bij... Dit is nummer 4. Ik zal de kop in zien. Achtel. Ja. Ja toch? Ja. Is die al los of niet? Hoe lang zijn deze al voor? Paardjes, tweetjes. Oh, dat was de tijd. Het is 7:25. Ja. Ja hoor. Wat leuk joh. We gaan eens heel even naar moeder kijken, die is hier bezig. Druk met nummer 4 en hoor. Kijk eens, er wordt stevig gemasseerd hier. Ja, die leeft wel. Noor, laat het zo even zien.
Jawel hoor. Kijk eens. Is die al los? Zit hij onder een golf? Ja, die is al lang los. Denkt hij ook al Rick of niet? Nou, laten we... Je lukt voor het in je opnieuw. Ja, het gaat goed in hoor. Deze puppy's slapen heerlijk. Er komt er weer een aan, Rick. Zal ik die even droog wrijven, die? Rick, zal ik die even goed droog wrijven? Oh, Linda. Oh, dan gaat er iets niet goed. Hij lijkt te ver te staan. Rick, moet er even eens kijken, dan zal ik even droog wrijven. We gaan ze even wegen nou. En even droog maken. Dit is dus de nummer 4. Even het neusje droog maken. Kijk eens hoe lief. Even wegen. Nou. Kijken wat pup nummer 4 weegt. Een beetje nat. Zo, dat is de grootste tot nu toe. 343 gram. 343. En even naar de tekening moeten we kijken. Hoe ziet deze eruit? Oh, die gaat eruit. Dit zijn de gewichten tot nu toe. Maar hoe ziet deze eruit? Hoe kunnen we deze herkennen? Stuur even die livescreen naar... Drie druppels op zijn achterwerk. Nee, die bestaat... Anders vader, anders pap. Deze heeft 3 stip op zijn rug, hè? Druppels. Dit is nummer 3. Druppels. Hoe gaan we deze noemen? Even. Ja, hoe ziet deze eruit? Deze heeft 3... Mag ik hem? En die moet droog gemaakt worden. Ja, nou, dat kan ik toch doen. Kom. Hier, kijk. Hij moet nog drinken, hè? Hij moet nog drinken bij mij. Hij wil drinken, ja.
Geef moet je even aan de tegel leggen. Kom maar droog maken. Kom maar niet meer, kom zien. Kom zien. Waarom begon het? Waarom begon het? Nee, waarom wil Moeder niet liggen? Allemaal onder de warmtelamp. Het is zo schat, ik kan het niet meer. Moet bijna. Leuk, Heels. Stuur even die lijst naar Anna's vader. Ja. Van Anna Vroegan. Op zijn woorden. En ook naar mij, want ik wil maar de school laten zien. Lijst laten staan. Dit is in de familie. Ja, dit staat er in de app, in de familie, hè? Zit daar niet in. Oh. Ja, ik, Bas, daar is bijna eerder dan mij. Want ik was zo naar beneden gelopen. Ik ging, en ik zag dat jullie niet waren, dus ik dacht het al. Oké, maar ze was. Hoe kan Bas die dan? Dus Bas is dus dat groep zei. Ja, zijn er puppies geboren? Want die vader had net een livestream op YouTube gestart. Zijn er mensen op de school? Mhm. Hier kun je zien. Zes. Oh, stuur hem ook even naar Anneke, net gaan Maria. Ja, ook naar mij, want ik wil ook zien. Nu vijf. Mama, nu vijf. Deze pap moet echt even drinken. Ja, hij drinkt. Hij drinkt. Ik ga het heel veel. Ja, maar dat moet ook, dan gaat hij aan. Thijs, ik wil dat je brood gaat spelen op school en mijn lofjes. En als jullie thuis kappen, ligt er een heel nest vol. Niet de punt gooien. Maar hier moet je ook even wat opzetten, Rick. Nu nummer 4, hè? Komt zo nummer 5. Dan wil je even weg zijn, los, tijd en nummer 5. Hier wordt nummer 4 even nog flink gewassen. Gracias.
God en Noor. Gaat zo goed. Een hele gezin ben je. Ik ben hier 8 of 7. Ja. Dit zie je nu al live. Mm-hmm. Je mag ook een stukje, maar hier. Nee. Je collega moet je mee sturen, dat kan het ziekenhuis mee. Doen. Heeft hem al. Ja, oké. Okay. Wil je hem naar mij sturen? Dus dan komt weer natuurlijk even hier weg, anders moet ik te druk. Even hij moet toch gewoon 2 minuten. Stuur je hem naar mij? Pap, heeft hem al weer gestuurd, zeg maar. Ik denk dat er zo weer een puppy komt. Hij is een puppy halen. Ja. Puppy moet even droog gemaakt worden, hoor. Kijk eens, Rick, kun je hem zien? Heb je komt alweer uit je aan. Zet je op de bevalling dan? Ja. Noor heeft vanmorgen een moederkoek als ontbijt, hè? Ja, die eet alle moederkoekjes op. Dat heb je als ontbijt vandaag. Lekker, hè? Gaat goed hoor, Noor. Hè? Gaat heel goed. Thank you.
Inmiddels wordt nummer 5 geboren.
daar komt de volgende pup. Ja, dat gaat goed, Noor. Nou, pup nummer 5 wordt hier ook keurig schoongelikt. Dat gaat keurig, Noor. Heel goed. Navelstrengetje eraf. Keurig. Nou, die is weer niet zo heel erg dik in, hoor. Ja. Wat keurig helemaal weer. Schoongemaakt door moeders. De andere vier liggen keurig weer warm.
Kijk, jij ziet er ook weer heel gezond uit. Hij heeft een beetje bloed in je mond. Ja. Ah, Noor zoekt hem. Noortje, hier is hij. Gelijk. Noor was het. Nee hoor.
Je nou, kan toch niet bedenken dat er pup nummer 6 zal ook zometeen wel zichzelf aandienen. En hoor. Ja, gaat heel goed. De andere vier liggen daar tevreden. Ja. Deze heeft ook wel donker. Nee, toch een hele witte hand. Maar mam, deze heeft bij zijn nek een vlekje. Deze heeft een klein vlekje, een groot vlek. En die zijn als een leuke witte puntstaart. Er zijn nog meer met witte puntstaart. Oh, het is leuk, Rick. Nog een paar tellen en dan zal mijn nummer 6 ook aandienen en hoor. Ja.
ben zo geboren, zei ik. Ik wil echt zo even slapen. Ja. Deze ligt echt heel erg onhandig. Kijk, kijk, kijk. Volgens mij hebben we er een paar plakken gelegd. Kijk, die. Die ligt onder onze poot. Hoe kun je kijken? Die ligt er 1, 2. Erin. Kijk, onder ons pad. Sorry. Ik zie er eentje niet. Wat ligt daar onder? Kijk, dat zeg je. Die piepen de hele tijd. Oh, die moet je even naar weg halen. Stil is reden. De weg helemaal kwijt. Ik val steeds op. Ik probeer echt te lopen. Sophie heeft bij me liggen. Voorzichtig en zachtjes. Hij komt ook hierheen. Het is waar, schat. Ja, dat komt ook gewoon. Dat kan niet, het is mijn mobiel. Pap, waarom doe je niet je eigen mobiel? Oh, maar je kan het gewoon eventjes uitzetten en dan... Nee, wacht even, Lies. Weet je dat kan? Ze heeft wacht even tot hij geboren is, ja? Nee, dat kan ik helemaal niet. Ik ga
krijg je nou een zesde pup? Ja. Rick, er komt de zesde pup. Rick? Hè? De zesde pup komt. Ja. En er komt een hele golf. Geluid aanstaan. Nee. Jawel. De hele golf kwam er net uit. Ik zou zeggen, als ik het ook niet blaas, dan kan ik gelijk filmen. Nou, nummer 6 dient zich bijna aan, denken we. Als hij weer een week krijgt, dan gaat hij aan de pup gebrengen. Daar wordt ze onrustig van, hoor ik.
Ik wil hier helemaal boven staan. Je kan dat zo doen, daarna dan. Daar komt nummer 6. Nou, toch nog niet.
Houtje, even omlopen lopen. Noortje is braaf. Heel braaf, hè? Ja. Noortje is braaf. Hetzelfde amper te persen.
Nee, baas, we moeten eerst nog even rust zijn, hè? Voor de volgende. Ik krijg helemaal niet kracht. Als je lekker drinkt, hè? Zo goed je best nog maar. Dan
film. Thank you.
die jongen echt een berichtje sturen, Rick. Wil je even de lijf even stoppen? Ik moet even het doen. Nou, waarschijnlijk komt daar wel nummer 6. God, zo door. Dat is echt niet precies. Ja. Zometeen komt de volgende noor, hè? Dat is de ene woord afgeleid, hè? Dat is goed.
gaat over. Gewoon zo. Kom, schreeuw ik. Goed zo, Noor. Ja, pers er nu uit bij, Noor. Moet je het binnen hebben of niet? Ja, goed. Ik moet even wat zien. Goed zo, Noor. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Daar komt ie. Goed zo. Goed zo, ik hou het kop vast. Goed zo, Noor. Goed zo, Noor. Ja, dan wordt de volgende geboren. Goed zo. Goed zo, Noor. Heel braaf. Heel braaf. Ja. Kijk eens, daar komt hij aan. Staart bevallen. Eerste staart. Eerste staartje. Ja, deze duurt wat langer, hoor. Maar ze ligt ook niet helemaal lekker. Juist. Ja, daar komt ie. Het veld zit nog helemaal op. Een beetje helpen. Ja, maar. Komt er niet uit, hè? Mag niet al te lang duren. Ja, baas helpt even. Ja, moet ik even zien.